vergadering van de gemeente Lingewaard. De allerlaatste vergadering voor het zomerreces. En een hele speciale vergadering, want die leuke jonge mannen die net om me heen zaten, zijn niet de jongste raadsleden, tot mijn spijt. Het zou wel leuk zijn, maar het is het afscheid van onze oude kinderburgemeester. En we gaan de nieuwe kinderburgemeester installeren. Mag ik de raadsleden van harte welkom heten, leden van het college? Mag ik mensen in de zaal van harte welkom heten? Fijn dat u er bent bij dit speciale moment. En we beginnen met het afscheid van Guus. Guus is een jaar lang onze kinderburgemeester geweest en gaat zo meteen zijn keten figuurlijk overdragen aan zijn opvolger. En ik zeg figuurlijk, want de afspraak is, de naam staat ook in de keten, dat de kinderburgemeester ter herinnering van een jaar kinderburgemeesterschap de keten mee mag nemen. Maar hij zal zo meteen hem wel symbolisch afdoen en de nieuwe keten omhangen bij zijn opvolger. Guus, wat is dit jaar snel gegaan? En ik herinner me nog als de dag van gisteren dat jij solliciteerde naar de baan van kinderburgemeesterschap. Je was super gemotiveerd en je was ervaren, want je was al jeugdkoning bij de schutterij en lid van de Raad van Elf. En je werd zelfs dat jaar jeugdkampioen koningsschieten in Doornenburg, dit jaar, afgelopen jaar. Je hebt geen enkele moeite om in het spotlicht te staan of om te verschijnen voor grote mensen. En dat bleek onder meer bij de heropening van het OC Doornenburg, de intocht van Sinterklaas, de openingshandeling bij de historische kring in Doornenburg, het startschot bij de Pietenloop, de nieuwjaarsreceptie, de sleuteloverdracht, de opening van het fietspad in Doornenburg en, niet te vergeten, de kinderraad. In dit geval de Doornenburgse kinderraad. En die heb jij voorgezeten. Ik heb je leren kennen als iemand die altijd openstaat voor vragen, goed kan luisteren, maar vooral erg behulpzaam is naar mensen. En dat bleek ook bij de vergadering van de kinderraad. Die liep zo gestructureerd, hebben we nog niet eerder meegemaakt, en zo rustig. En ik weet dat dat een compliment is aan de voorzitter. Ik denk dat de raadsleden dat met mij eens zijn. Althans, als voorzitter van de Grote Mensenraad ben ik daar wel jaloers op. Dankzij die kinderraad komt er in Doornenburg een nieuw kunstgrasveldje en een fietscrossbaan. En niet onbelangrijk, ik ben inmiddels weer helemaal op de hoogte van de laatste rage bij jongeren. Want we hebben samen met jouw klas op een filmpje de swish-swish gedaan. Vraag niet wat het is. Doe het ook niet voor. Maar het is wel een van de best bekeken filmpjes op dit moment op social media van onze gemeente. Ik ben heel bang wat er straks met de klas van Kas de mode is. Het zal nog spannend worden. Guus, ik hoop dat je met veel plezier terug gaat kijken op jouw jaar als kinderburgemeester. Dat doe ik zeker. Niet in de laatste plaats, omdat ik je het afgelopen jaar heb zien groeien. En dat bedoel ik niet alleen in lengte. Maar ik heb je ook zien groeien van een knaap uit groep 7 naar een jongen met een volwassen uitstraling, van een echte burgemeester die echt in staat is om je volgende stap in je leven te maken naar de middelbare school. In jouw cv, je krijgt van ons een mooie oorkonde mee, staat dat je een jaar kinderburgemeester bent geweest. En als je nou over 10 of 15 jaar gaat solliciteren als burgemeester, heeft dat heel veel voordelen. En dan wil ik met veel liefde een goede referentie afgeven. Dus hou dat maar in gedachten. Als dank voor alle inzet die jij hebt gedaan, willen we je graag een paar cadeautjes geven. Je krijgt van ons een getuigschrift. We hebben een mooie foto van jou laten maken. En de keten, die mag je houden als teken en als bewijs, als je ooit solliciteert, dat je echt kinderburgemeester was van een van de mooiste gemeenten van Nederland. En
daarnaast hebben we een bon. En we hopen dat je in de vakantie er iets heel leuks voor gaat kopen. Als dank namens de gemeente, namens het gemeentebestuur. Guus, heel veel succes met jouw verdere schoolloopbaan en met alles wat je doet. En nogmaals, heel veel dank. Doentje, vind je het minder leuk? Ik zie deze bol. Ja? En dan nog bedankt. Ja, een mannen zoen je, hè? Dank u wel, burgemeester. En hallo, kinderburgemeester. Mag ik nu nog eens tegen jou zeggen. Wat is dat jaar voorbij gevlogen? Vorig jaar stonden we hier en zat jij die stoel en ging naar een andere kinderburgemeester weg. Ik heb net gehoord wat je allemaal voor leuke dingen hebt gedaan. Geweldig en ook een hoop bereikt. Wij zijn daar soms als gemeenteraad jaloers op hoe snel jullie met de kinderraad en met de kinderburgemeester dingen voor elkaar krijgen waar wij soms 2, 3, 4 jaar over praten. En jullie doen dat in korte tijd en heel snel onder jouw voorzitterschap. Dat heb je geweldig gedaan. Je hebt leuke en je hebt mooie dingen meegemaakt. En ik spreek de wens uit namens deze gemeenteraad. Allereerst wil ik je bedanken voor alles wat je hebt gedaan voor de gemeente Ringewaard. En ik spreek ook de wens uit dat je door je rol als kinderburgemeester, dat er een heel klein zaadje is geplant, waardoor je later denkt, goh, wat is het toch leuk om ook in dat bestuur iets voor mensen waar ik woon te betekenen. Meestal begin je dan in de gemeenteraad. De burgemeester zei het al, over 10 jaar misschien solliciteren als burgemeester, maar begin dan eerst in de gemeenteraad of als wethouder en solliciteer dan door. En dan zit ik misschien op de tribune en kijk hoe jij het gaat doen. Wij zijn je heel erg dankbaar voor hetgeen wat je gedaan hebt. Daarom heb ik namens de gemeenteraad ook een cadeautje voor je. Het is een powerbank, die kun je vast gebruiken als je straks op de middelbare school zit, want dan zul je heel veel digitaal moeten gaan werken. Nou, dan heb je altijd stroom en denk je ook nog aan ons. Dank je wel. Dat was één probleem en dat was dan een halve fiets al ingepikt, dus door Mario. Beste aanwezigen in de zaal, wat fijn dat jullie er zijn. Het afgelopen jaar als kinderburgemeester vond ik heel leuk en leerzaam. Ik vond het leuk omdat ik als het ware een kijkje achter de schermen kreeg en mensen heb leren kennen die ik anders nooit had leren ontmoet. Leerzaam was het omdat ik tegen een grote groep mensen heb leren praten, zoals nu. Ik heb afgelopen jaar als kinderburgemeester veel gedaan. Een aantal dingen zijn de doorkomst van de Vierdaagse in Nijmeegse Vierdaagse in Bemmel, de uitreiking van het commandantendiploma aan Tijmen die collecteert voor het KWF Kankerfonds, de landelijke kinderburgemeestersdag in Delft, de opening van het ontmoetingscentrum in Doneburg samen met de wethouders Helga Wittjes en Theo Jansen, de intocht van Sinterklaas in Doneburg, Gent, Huissen en Bemmel, de sleuteloverdracht aan de jeugdprinsen en prinses van Lingewaard tijdens carnaval, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Het laatste en stiekem ook het allerleukste wat ik heb mogen doen, vond ik toch wel de kinderraadsvergadering een paar weken geleden met mijn klas in Kasteel de Kinkelenburg. We hebben met z'n allen een kunstgrasveldje. We hebben met z'n allen gediscussieerd over de aandachtspunten met als uitkomst dat er een kunstgrasveldje en een BMX-laan in Doornburg moet komen. We kunnen niet wachten tot het klaar is. Hierbij wil ik Cas en Feline veel succes wensen met de dingen die je komend jaar als kinderburgemeester en logo kinderburgemeester te doen staan. 1 tip, geniet van alles wat je moet doen en blijf vooral jezelf. En als laatste wil ik iedereen bedanken voor het afgelopen jaar, mijn bijzonder burgemeester van Marianne Schuurmans en Karen Stijnvoort. Mede dankzij hun heb ik een heel leuk jaar als kinderburgemeester gehad en ben ik een unieke ervaring rijk. Dank u wel en wie weet, tot ziens. Cas, een paar weken geleden was lokale burgemeester Helga Wittjes op de Vonkenmorgen in Gent om jou in de klas te verrassen met het nieuws dat jij de nieuwe kinderburgemeester zou worden.
En ik heb me laten vertellen dat het een hele gezellige ochtend is geworden. Je voetbalt bij de Bataven, je loopt hard. Buiten spelen, dat is een van je hobby's. En je bent dus een actieve jongeman die in je vrije tijd het liefste buiten doorbrengt. En ik zou bijna zeggen, waar zie je dat nog? Dat is een van de dingen die ik echt mis als je de wijken binnenrijdt, hoe weinig er buiten gespeeld wordt. Dus ik vind het leuk dat je dat doet. Het is belangrijk om dat ook aan kinderen te vertellen, hoe fijn het is om buiten te spelen. Het is dan ook geen verrassing dat je aangaf dat je kinderen wilt helpen. Vooral als het gaat om speelplaatsen, sport en veiligheid. En op school hielp je mee met het organiseren van een aantal acties. Bags to school en flessen inzamelen. En die sociale kant, gecombineerd met je voorkeur voor actieve bezigheden, zijn belangrijke eigenschappen voor een kinderburgemeester. Je gaf bij je sollicitatie al aan dat je ervaring hebt met presenteren in de klas en dat leuk vindt. En dat komt goed uit, want je moet regelmatig voor een groep mensen gaan staan. Maar je staat nooit alleen, want weet dat ik er altijd bij ben voor je, letterlijk en figuurlijk. Cas, alles wijst erop dat wij dit jaar veel plezier gaan beleven en dat je een mooi jaar zult hebben. En volgend jaar is de kinderraad dus in Gent. Ik verheug me op onze samenwerking. Ik wens jou heel veel succes. En voordat ik ga vragen aan Guus om jouw keten om te hangen, ga ik wel zeggen dat we dit jaar, want jullie hebben gehoord hoe druk Guus het heeft gehad, dat we toch ook hebben besloten om een loco-kinderburgemeester te benoemen. En die wordt niet formeel benoemd, maar ze is er wel. Feline, wil jij even gaan staan? Je bent er? Ja, kijk, dat is Feline. En drukke kinderburgemeesters kan het zomaar voorkomen dat een kinderburgemeester niet kan. En Feline zal dan de vervanger zijn. Heel veel succes, Feline. Fijn dat je er bent. We gaan aan Guus vragen om het officiële moment, als jullie allebei willen gaan staan, zodat de fotografen het kunnen zien. Zouden jullie dat voor de tafel willen doen, Guus? Willen feliciteren. Dus ik schors de vergadering en ik nodig de gezinnen uit. Hartelijk gefeliciteerd. Jullie staan mooi op een rijtje, dus ik zou zeggen die wil langskomen. Kom langs. Je zal ik wel eens wat uitdrukken. Ja. Dank u. Succes. Gefeliciteerd. Dank je wel. Succes. Dank je wel. Vriendelijk kijk. Okay.
gefeliciteerd. Dankjewel. Jij hebt gefeliciteerd, hè? We zullen elkaar nog wel tegenkomen. Ja, dat is een loper. Kas Vermaas. Ja. Stel jij geen. Succes daarmee. Hier staan we dan met onze nieuwe kinderburgemeester, Kas Vermaas. Stel je even voor. Hoi, ik ben Kas Vermaas. Ik woon in Gent. En ik ben 11 jaar en ik zit op IKC de volgende morgen. Heb je broers, zusjes, vader, moeders? Ja. Mijn vader heet Marco Vermaas. Mijn moeder Marieke Ras en mijn broer Niek van Maas. Oké. Okay. Nou, wat zijn je bedoelingen voor het komende jaar? Nou, ik wil graag Lingewaard eigenlijk helpen, want sommige kinderen kunnen niet sporten. Dus daar wil ik verandering in maken, dat zij ook kunnen sporten en veiligheid. En het, hoe denk je dat te gaan doen? Met de burgemeester overleggen hoe we ook voor andere kinderen sportparken kunnen maken die niet zoveel geld hebben. Thanks for watching. Please like and share the video in social networks and we'll be right back to you as fast as we can. And don't forget to give us a like.